Op Motspur Park, het trainingscomplex van Fulham, speelde Jong PSV woensdagavond de laatste wedstrijd in het kader van de Premier League International Cup van dit seizoen. Na twee wedstrijden is de ploeg van Pascal Jansen nog puntloos en dus valt vandaag het doek in Londen. En hetzelfde geldt overigens voor de tegenstander van vanavond, het Portugese Benfica. Maar PSV begint goed aan het duel. Dirk Abels blijft op de been, legt de bal terug en uiteindelijk de kans hier voor Pablo Rosario. Maar hij vindt de voeten van de aanvoerder van Benfica, Ruben Dias, op zijn weg. En dus geen treffer voor Pablo Rosario. Aan de andere kant dan Benfica met de eerste kans en de redding daar van Yannick van Os. En zo, ondanks dat beide ploegen al uitgeschakeld zijn, toch een leuke wedstrijd hier in Londen. Hendricks startte als verdedigende middenvelder en gaat hier in de fout. Levert de bal in bij Ferreira. Ferreira met de bal naar de buitenkant. En dan kan het wel eens gevaarlijk worden via Linares. Bal wordt teruggelegd op Heriberto. En opnieuw de redding van Yannick van Os. En zo wordt de rust met 0-0 gehaald op Motspur Park. In de tweede helft. Paal. Hendricks. En dit is een lekkere uithaal van Jorrit Hendricks. Fabio Duarte, de doelman van Benfica, kan er alleen maar naar kijken. Maar dan ontbreekt net dat beetje geluk dat je nodig hebt bij zo'n poging. Lammers. Mooie opening op Dirk Abels. Abels wil hier een strafschop, maar krijgt hem niet van scheidsrechter Jong. En zo worden de kansen groter voor Jong PSV. Benfica dan weer, want het spel blijft in die tweede helft op en neer golven. Goed schot, knappe redding van Yannick van Os. En dan naderen we het einde van de wedstrijd. En dan is het de vraag of we hier nog een winnaar krijgen. Benfica voorlopig met het initiatief. Na die redding van Os, de hoekschop voor de Portugezen. En PSV komt er even niet meer aan te pas. Ferreira. Krijgt hier de bal terug. Felipe Ferreira. Maar hij verprutst die laatste kans. Zo blijft het 0-0. En sluit PSV deze editie van de Premier League International Cup toch nog een soort van tevreden af. Nou Pascal, de wedstrijd die deed er eigenlijk niet echt meer om buiten dat je met een goed gevoel dit toernooi kon verlaten. Is dat gebeurd, naar jouw inzien? Ja, dat denk ik wel. Als je Benfica treft als laatste wedstrijd, die wil je winnend afsluiten. Gezien het resultaat van de eerdere twee wedstrijden. De kans hebben we gehad vanavond om in ieder geval een goal te maken. Een penalty situatie die wat twijfelachtig was. Maar ik ben trots op die jongens zoals ze in ieder geval het toernooi hebben afgesloten. Waardig afgesloten. Ja, wat mij opviel was dat het wel een echte wedstrijd was. Ja, dat ligt ook aan de tegenstander. Hè. Dus prima tegenstander. En wij hadden gewoon ook een prima strijdplan om tot winst te komen. Wat ik net al schetste, die kans hebben we gehad. En de tweede helft drongen zij wat meer aan. En mooie wedstrijd, denk ik wel. Volwassen wedstrijd van beide kanten. En dan al met al 0-0 of een gelijkspel, in ieder geval een terechte uitslag. Ja, overal wel. Ja. Wat ben je wijzer geworden van dit duel? Ik wil in ieder geval Dirk Abels weer aan het werk zien. We spelen natuurlijk ook weer een wedstrijd op zaterdag. Dus we wilden Bram wat rust gunnen. Mooi moment voor Dirk, die het voor de winterstop wat zwaarder heeft gehad. Hij heeft een goede wedstrijd gespeeld, prima gedaan. Goed om Jorrit weer te zien. Vanuit staf eerste elftal ook wenselijk dat hij op de verdedigende middenveldspositie zou spelen. Nou, dat heeft hij naar behoren gedaan. 90 minuten weer gespeeld. Dus we hopen ook dat hij zijn aansluiting bij het eerste elftal op deze manier behoudt. Wat nog meer? Ik vond het op zich wel interessant om te zien dat Dante Rigo een iets andere rol moest invullen dan dat hij gebruikelijk doet. Heeft hij ook naar behoren gedaan. Dus kortom, genoeg goede dingen gezien waar we weer verder mee kunnen. Ja, nu is dit toernooi ten einde. 3 gespeeld, 1 punt. Je had het vorig seizoen aan het einde van het toernooi, toen na de finale had je het over het rugzakje dat gevuld is. Wat hebben ze nu dit jaar meegenomen, deze mannen van dit toernooi? Nou ja, dat je zo'n toernooi natuurlijk wel goed moet beginnen. Internationaal spelen, dat vraagt toch net weer iets anders qua mentaliteit. Je treft gewoon een andere weerstand, een andere manier van spelen. En we hebben de kansen in de andere wedstrijden ook gehad, zowel Sunderland als Derby County. Ja, en dan zul je toch ballen moeten binnenschieten. Ik hoop alleen dat zich niet doorzet in de Jupiler League. Want je ziet eigenlijk ook in die tweede periode bij ons in Nederland dat we wat moeizaam tot scoren komen.
En het is aan ons om die trend weer te doorbreken. En zaterdag wacht Cambuur weer, dus dan zullen er weer nieuwe kansen ontstaan. Vorig jaar was het zo dat degene die zich plaatste voor de kwartfinales sowieso uitgenodigd werden voor de editie van dit toernooi het seizoen erop. Nu ben je uitgeschakeld, maar dat wil niet automatisch zeggen dat je volgend jaar niet erbij bent, toch? Dat zou ik je niet durven zeggen. Ik had het voor de wedstrijd nog met Art even erover. Inderdaad, wat je schetst, vorig jaar was het zo, je moest de knock-out fase behalen om weer opnieuw uitgenodigd te worden. Of dat nu weer zo is, dat weet ik niet. Ik hoop echter wel dat ze ons weer uit zullen nodigen, want het toernooi is hartstikke mooi en enorm leerzaam voor jonge spelers. En sluit prima aan bij de visie en de filosofie die we hebben binnen PSV om internationaal ook de weerstand te ervaren.